packs voor Clony Games. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen wij Escape Dancy DM Obby nieuw. Ja, nieuw hoort er ook bij. Dus hij is net nieuw. Ik ben echt super excited, want de Dime Minecart is één van mijn favoriete YouTubers. Ja, één van mijn favorieten. Maar laat nog even een like achter als je het super veel zin in hebt in Roblox. We kunnen in een minion veranderen. Oh my god! Ik ben een minion. Dit heeft helemaal niks te maken met Dancy DM. Omdat ik zie geen Dancy DM. Zie jij een Dancy DM? Ik zie wel een Ninecat, maar geen Dancy DM. Ik zie Phineas en Ferb. En geen Dancy DM. YouTube. Subscribe to channel in description for free VIP. Ik vind hem wel leuk. Perry heet hij toch? Perry, doe een beetje rustig. Dit is de eerste video die ik na de vakantie heb opgenomen. Maar het toetsenbord en alles en de muis is... voelt zo raar. Zag je mij dat aanraken? Dat vind ik niet leuk. Ik vind Obby's altijd wel chill om op te nemen. Omdat je gewoon een beetje chill zit te praten. Oh, ik dacht door die broek dat iemand was van binnenste buiten. Je weet wel, die rode. Deze video slaat nu al helemaal nergens op. Dus laten we even concentreren ons op de Obby. Oké, wow. Dit zijn allemaal cilinders. Maar waarom zie ik geen Dancy DM? Dat is dan denk ik op het laatste. Nee, ik zie gewoon echt geen Dancy DM. Wel het Roblox logo. Ik weet niet of dat het Roblox logo moest voorstellen. Die O, je weet wel. Waarom zou je dit moeilijk vinden? En dit is trouwens een ladder. Dus als je valt, kan je jezelf nog zeven. Oh, sneaky. Oh, jeuk. Kop, telefoon. Die raakte ik toch niet eens aan. Oké, laten we dit... Waarom viel ik? Oh, hier zit een gat. Sneaky. Bastard. Lucky, sneaky, lucky bastard. Oh, nee, waarom dacht ik dat ik daar in één keer over kon jumpen? Trouwens, de wintersport is voorbij, dus ik moet mijn skis weghalen. Oh, ik denk niet dat je op dat andere route kan. Hup. Ik vind een first person altijd veel makkelijker. Dan zie je beter waar je staat. Ja, daar val je zeker doorheen. Oké. Misschien toch niet. Hup. Oh, we doen dit goed. Maar ik wil de Dime Minecart ontmoeten. In Roblox en in het echt. Kom op. Dit zijn zulke poepjumps. Oh, Perry. Oh, ik was net daar. Daar is het begin. Wow, mijn stem. Ja, ik heb op school een beetje geschreeuwd. Nee, het is toxic. Ik dacht, ik kan er doorheen kijken. Het zijn toxic velden. Dit zijn ook toxic velden. Ik heb hem gewoon in één keer gehaald. Waarschijnlijk kon je ze allemaal in één keer halen. Volgens mij heb ik geen checkpoint. Gelukkig, ik heb wel een checkpoint. Maar deze gaan we zo. Ik raakte niet eens aan. Moet je die hele Obby daarachter zien? Dit is heel erg groot, maar dat ook. Dit is echt een lange Obby. Rund. Huppakee. Ik sprong er precies tussen. Oh, dit is zo moeilijk om zijwaarts te doen. Maar gelukkig heb ik hem wel. Nee! Wat? Waarom zit ik constant zo? Doe even normaal. Easy. Roblox is vet easy. Gewoon kalm. Ik viel daar bijna omdat ik ook de S-toets inklikte. Want dan blijf je dus staan. Oké. We zijn hier op een doodnormale buis. Mijn doodnormale buis. Ik vind het wel een hele leuke Obby. Nou, elke Obby is eigenlijk hetzelfde. Oh, hier moet je naar beneden springen. Gewoon een beetje een leuk parcours. En van die random poepvakjes erin doen. Phineas en Ferb. Een rare pinguïn. Een rare smiley. Nog een rare smiley. Een rare octopus erin te stoppen. Of wat het ook is. Ja, zo is elke Obby helaas. Helaas. Ik vind deze wel leuk. Ik weet niet of ik... die ook heb gespeeld. Maar die was wel heel erg grappig. Er was iets in een wc. Ja, die heb ik volgens mij wel gespeeld. Waar ik nu over praat slaat helemaal nergens op. Maar ik vind het gewoon leuk om over dingen te praten wat helemaal nergens op slaat. Oh, je mag dat groene niet aanraken. Waarom zou dat moeilijk zijn? Dan zou deze rare lange groene buis even wat dunner maken. Ik doe nu echt een beetje opschepperig. Wat is hier nou weer moeilijk aan? En ik raak er niet eens aan. Nu wel. En mijn Clony Army shirt erop en al. Ik heb even geluk. Heel erg na geen geluk. Ik had hem bijna niet gehaald. Kijk, dit is echt gewoon een paar blokjes die in elkaar zijn geplaatst. Obby Productions. Maar dat leek hem
Nee, oké, daar stond ik wel echt op. Daar stond ik wel echt op. Oh, ik heb nog pizza en een hotdog. Oké, ik ga vlees eten, jongens. Oké, ik kan wel een pizza eten. Sorry, ik eet snel een pizza, punt. Oké, daar had je dus echt helemaal niks aan. Wacht, ik ga abonneren. Voor free VIP. Oh, we mogen daar niet op staan. Of aanraken. Dat zou toch niet al te moeilijk moeten zijn. Huppakee. Zo niet al te moeilijk. Oh, daar zat een gaatje tussen. Nee, nu zijn we weer bij het Phineas en Ferb stukje. Heb ik de verkeerde afslag genomen. Oeh. Ik risk de jump. Hup. Oh, nice. Ho, ho, ik skip. Wow, dat is kapot moeilijk. Oh, je kan het skippen. Oh, maar daar moet je het wel skippen. Oh, nee, dit vind ik echt niet. Nee, Obby Productions. Waarom zei ik nou dat deze Obby makkelijk was? Daar is het. Don't film me now. Boom. Oh, nee, nog één. Nog één, nog één. Oh, je moet daar gewoon de spatie een beetje spammen. Nee! Sorry. Don't film me now. Yes! Oh, het vervelende stuk bank langs door de pizza, hè? Oh, deze flippen. Ze verdwijnen. Oh, die stukken verdwijnen. Ik ben echt bang dat ze op het einde gaan draaien of zo. Nee. Ik denk dat ze wel... Nee, ze gingen niet draaien. Weird. Ik denk wel dat het hoort. Hup. Oh, ik dacht dat je die paal in het midden niet kon aanraken. Nou, dat kan wel. Oh, het blauwe spul. Dan TDM spul. Oh, Clonny Games. Clonny Games lava. Oeh. Wat gebeurde met die jump daarvoor? Oké. Haha. I see what you did there. Kijk, als je zo met je camera doet, dan kan je wel door deze heen. Maar niet door deze. Haha. Ja, het is deze. Ja, het is deze. Ja, het is deze. Ja, het is deze. En het is deze. Haha. Oh, ik heb je op je hart gecheat. Maar dat werkt niet altijd. Want je weet toch dat je soms door een soort plank valt. Maar dat kan je dus ook doen. Alleen soms kan je er niet doorheen kijken. Maar dan is het zeg maar getoxic. Dus dat je doodgaat als je het aanraakt. Maar bij sommigen dan val je als je het aanraakt. Huppakee. Oh. Kan je dit ook gewoon lopen? Dit kan je gewoon lopen. Oké. Round the outside. Weet je wel van M&M. Oh, dikke smileys. Maar die octopus, daar wil ik echt in. Huppakee. Oh, het gaat goed. Het gaat fantastisch. Oh, huppakee. Oeh, dit gaat goed. Don't film me now. Yes. Kijk, daar zit iemand. Yes, we gaan naar Nyan Cat. Geronimo. Nee, dit is met toxic. Oh, clever. Ik denk dat het dit keer blauw is. Oké, het is Clonny Games. Clonny Games rood. Oké. Jacksepticeye groen. Yes, nice. Oh, hij verandert van kleur. Oh, rennen. Sneaky zit er gewoon één gaatje tussen de trap. Ja, ik ben stil. Omdat ik me heel erg zit te concentreren voor een gaatje. Nee. Oh, als je daar door bleef lopen, kwam je er denk ik niet op. Oké. Als ze hier een lopende band van hadden gemaakt, dat zou grappig zijn. En dan ging het automatisch. We zijn bijna bij Nyan Cat. Nee! Ik ben bang dat ik er gewoon zo vanaf loop. Die raakte ik echt niet aan. Oh. Zie ik daar... Nou, checkpoint. Oh, ik dacht gewoon even dat de rode pijl er niet zat. Deze verdwijnen zeker. Wat? Wat gebeurde daar? Wat is dit nou weer? Die raakte ik niet eens aan. Je mag zeker alleen op rood blijven staan. Dat is ook easy. Oh, je mag wel op het paarsje, maar niet op het roze. Oh, daar is een sneaky regenboog. Hoe ga ik dat? Ik raak het nog niet eens aan. Pizza eten voor geluk. Geluk. Ik heb geen geluk. Nee, misschien niet. Ja, I'm fucked. Ik ben op stage 64. Hier vind ik first person veel. Veel. Ik spring zo ver als ik kan. Oh. Get wrecked. Oh.
Oh, Catrex-spel. Oké, we kunnen nog even door. Dit hebben we allemaal al gedaan, hè. Moet je nagaan. Huppakee. Ik ga het risken. Als ik dat niet had gehaald, hè. Oh! Je moet juist op het zwarte staan. Ik snap echt niet wat hier moeilijk aan is. Waarom zou je hier een checkpoint voor moeten halen? We gaan in de mond van de noob. Kijk! Oké, laten we door de mond gaan. Hij heeft geen hart of zo. Nee, natuurlijk niet. Geen botten. En daarom kan hij trouwens ook niet bewegen, want hij heeft ook geen spieren. Hoppakee. Oké, dus we gingen uit de mond van de noob. Oh, er komt een soort regen. Hij heeft een soort regenboogtong. Vet. Hoppakee, ik weet ook niet of dat de bedoeling was. Oh, ik werd afgeleid door dat blauwe ding. Ik zat zo naar te kijken. Oh, daar zegt iemand. Seriously, nou. Ah. Hoppakee. Wow, maakte ik die jump. Goed zo. Kijk uit voor deze laserzwaarden, soort lightsabers. Oh, ik maak de jumps. Laat me even weten trouwens in de reacties wat je van mijn Roblox poppetje vindt. Trouwens, ik ben dood. Dat heb ik nu pas door. Die jumps. Vet. Irritant. Oh, dit is echt cool. Oh, ik word rood. Van een groene muur word je rood. Logisch. Pizza voor geluk. Oké, we gaan langzaam droppen. Oké, ik loop even een klein stukje naar beneden. Oh, we gingen bijna. Eet pizza voor geluk. Waar gaan we nu heen? Huppakee. Oké, ja, de pizza is echt voor geluk. Maar oké, die gebruik ik alleen als ik dood ben. Waarom krijg ik een rood gezicht? Waarom? Oké, pizza voor geluk. Alweer. Nee, ik raakte hem niet eens aan. Pizza. Ik ben helemaal mad, joh. Ho! Die raakte ik niet eens aan. Dat zag je. Kijk, wat raak ik aan? Kijk, er is toch helemaal niks aan het handje. Ik word niet boos. En je mag niet boos worden in een leuke hobby. Waar de Diamond Minecart niet in zit. Waarom zit er geen Diamond Minecart in? Oh, oh, ik speedrun dit. Nee! Ik dacht dat ik het kon speedrunnen. Oké, dit keer was het niet echt een speedrun. Oh, ik wil nog even naar een cat zien. Kom op. Oh. Speedrun het maar niet. Dit. Nog. Oké, maakt niet uit. We kunnen naar een cat ook vanaf hier zien. Oké, nou, kijkers. Helaas, ik heb steeds 95 gehaald. Hopelijk vonden jullie deze Roblox video leuk. Echt jammer dat er geen Diamond Minecart er niet in zat. Maar laat nog even een like achter als je het super awesome vindt. En stuur nog een leuk bericht in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!